zware training gehad vanochtend. Letterlijk, zij hebben gewoon de tijd. Ja. Oké, heren klaar. Jij begint, hè? Ik begin, ja. Komt-ie. Welke factor heeft het meeste invloed op het herstel bij een sporter? Voeding, slaap of hydratatie? Slaap. Je presteert beter als je slecht slaapt. Niet waar. Niet waar. Hoe lang slaapt de gemiddelde mens per dag? 7 uur. Correct. Yes. Wat? Wie is huidig Nederlands kampioen 500 meter bij de mannen? Oh nee, wacht even. Marijn? Oh. Hoeveel procent van de mensen slaapwandelt wel eens? Meer of minder dan 20%? Minder. Correct, minder. 15%. Het slaperigste dier van de wereld slaapt gemiddeld 20 uur per dag. Welk dier is dat? Luiaard. Fout, koala. Wat hebben kinderen vaak in hun kamer hangen ter bescherming tegen nachtmerries? Een lampje. Nee, een droombevanger. Wat is de naam van een proces waarbij sommige dieren de hele winter in diepe slaap gaan om energie te besparen? Winterslaap. Ja, goed. Wat is de naam van het ademhalingsprobleem waarbij mensen tijdens de slaap herhaaldelijk stoppen met ademen? Pas. Slaapapneu is het goede antwoord. Welk zeezoogdier kan tijdens het slapen half bewust blijven om adem te halen? Dolfijn. Oh. Ja, noem een jaartal waarin Jacques Ory werd verkozen tot sportcoach van het jaar. 2018. Oh, ja! Ah, dat is unlucky. Ja! Ah, jammer. Ik had er wel meer goed, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik heb er meer fout, in ieder geval. M-Line. Sleep well, move better.